Ja. Ik zag het vliegtuig, maar het wou niet echt lukken, want je zit achterin. Ja, lieve vrienden, een hele, hele goede morgen. Het is vandaag alweer 9 augustus. En we leven om 7 minuten over 11 en ik moet nog snel een heel snel een broodje klaarmaken en mijn koffie drinken, want ik moet om 11:30 klaarstaan. Maar ik heb Rijk al uitgelaten. Ja! Die staat nog met het tuigje om. Maar dat laat ze nog maar mooi om. Ze staat er wel beteuterd erbij. Van ja, wat moet ik nou? Ik heb mijn tuigje nog om, wat moet ik nou? Ja, we gaan straks dus weg. Naar Karin en Roderick in Den Haag. Nee, niet met de trein. Nee, gelukkig niet. Maar met de auto. Mijn broer en mijn zoons die komen mij ophalen. En dan gaan we met de auto naar Den Haag. Nog vanwege Karin, haar verjaardag. Dus ja, lieve vrienden, ik wens jullie welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. En het gaat nu om Karin. Ja, neem jullie wel mee, maar ik mag niet vloggen waar mijn broer en mijn schoonzus bij zijn. Nee, tenminste, ik mag wel vloggen, maar ik mag hun niet vloggen. Ja. Koffie had ik al klaargemaakt voordat ik wegging. Ik moet alleen nog even snel een broodje klaarmaken en dat snel opeten. En dan is te wachten tot 11:30. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En tot later. Ik zeg het tot dan. Doei! Ik zag een vliegtuig. Maar helaas, jullie niet. Nee, balen. Ja, ik zag er wat, ik zag er één staan in ieder geval. Ik zag wat staan. Ja. Mooi! Hij is een taxi. Gelukkig weer thuis. Ja. Ik ben blij dat ik ook weer thuis ben. Niet dat het niet leuk was. Ja, het was weer gezellig. Het was fijn. Het was super. Maar zo warm. Zo heet. Hier ook. Zo heet. Zo warm. Ik kan niet meer. En ik ben zo moe daardoor. Maar ja, het was gezellig. Ik kon enkel dus niet vloggen. Ik heb wel even in de auto geprobeerd te vloggen. Want er ging, ik zag het vliegtuig, maar het wou niet echt lukken, want je zit achterin en ik had Rijka bij me. En dat is toch weer heel anders wanneer je voorin zit, want dan heb je dat grote raam voor je. En nou, ja, moet je het van die zijraampjes hebben. Maar ja, ik heb getracht te proberen of het dat geworden is, dat is vraag 2, maar het was super gezellig. Dus ja, dankjewel lieve Karin, het was super, ja, echt leuk. En Jan die is er nog. Jan die is er ook, dus hartstikke gezellig. Ja, dat was toppie. En Kandal heb ik net weer buiten gelaten, die was ook de hele dag binnen. Ewen die kwam nou bij me om mij te begroeten, dus ook even een koeltje over de koppie. En Rijka is in de mand gedoken. Ja, we zijn gewoon bek af en ik ga zo meteen ook even lekker van de rust genieten, even een bakje. Koffie genieten en even niks. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, het was kort en krachtig voor vandaag. Maar ja, niks aan te doen. Tot dag heen, maar wel het vaker. Maar jullie weten in ieder geval, het was super gezellig. En het komt allemaal wel weer goed. En ik zou zeggen, maak er wat leuks van voor vanavond. Het is wel ontzettend warm en benauwd. En het is morgen nog warmer. Ja, en...
Maar ja, we moeten ons er doorheen zien te slaan, ja toch? Dat ik zo zeg, lieve vrienden, geniet van alles en graag tot aan de andere kant van de nacht. Dan doei!